Ook van die grote, die ze dreigen schoon te wassen. Die is echt allemaal pareltjes heeft op de haartjes. Ja, en die, nou, dat is zo'n boontje. Even zo'n boontje. Ja, zo'n boontje. Zullen we jou even afdrogen, kind? Deze laag was één dikke bende. Dan heb ik alles eruit gehad en schoongemaakt. Hier lag het ook prop en prop vol. Er niks meer bij. Deze behoort in de laag niet voor de keuken. Dat is om mijn keukenblok achter mij omhoog en naar beneden te draaien. Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag dinsdag, de 9e van de 5e 2023 en we leven alweer reeds om 13:59. Dus bijna 2 uur. Erwin, die is al geweest, die is de deur al uit, maar ik moet nog wel mijn meisjes uitlaten. Ja, ik was bij tijd zwakker, maar ik had knallende hoofdpijn. Ik heb vorige week bij de DA-drogist iets gekocht van Dr. Vogel. Dat is allemaal op natuurbasis. Geen vergif erop meer. Dat is druppeltjes, olie weet ik veel, maar het zit in een flesje. Met een plastic dopje erop, met een klein gaatje erin, dat het daarop uitkomt op je vinger. Het ruikt ook naar menthol en dat heb ik erop gesmeerd en ik was weer in slaap gevallen. Ja, dat laatste had ik niet moeten doen, maar ja. In ieder geval, toen kwam ik later aan mijn bed. Ik dacht, oh shit, zeg, die komt zo. Dus gauw mij aangekleden en opgemaakt. En toen kwam ook nog de moedertje natuur om de hoek, dat ik moest heel nodig mijn grote behoefte wegbrengen. Ik had de kamerdeur al open geslingerd, ik had de poort al opengezet van slot af. De meiden in de kamer en ik denk, dan gaan we weer naar boven. Nou, mijn haar gedaan en mooi gemaakt, et cetera. Tenminste, wat heet mooi? Ja, ik ben niet mooi, ik ben gewoon normaal. Ja. Maar in ieder geval, Erwin die kon binnenkomen en ik was mijn bed even nog aan het rechtleggen dat ik binnenkwam. Dus ja, dat moet je ook doen, hè? Je bed weer rechtleggen. Het had genoeg gelucht, ja. Voordat ik naar beneden ga, leg ik het altijd weer even recht en ik stop het allemaal weer in. Want de dames zijn 's nachts eerder boven dan dat ik ben. En als je bed dan open legt, ja, dat wil ik niet hebben. Nee, dan krijg je overal haar en dat wil je niet hebben. Dus nou gaan we de regen in. Dus ik ga de spullen klaarleggen om de regen in te gaan. Dus het is Jan met een rietje met een korte achternaam Knuddeweer. Dus ik denk ook niet dat wij vandaag weggaan. Ik zal even mijn mobiel erbij pakken. Ik ben bang dat het de hele dag gaat en blijft regenen. Ja. Daar naartoe. Nou ja, daar moeten we dus doorheen, hè? Niet leuk meer, nee. Dus dat is gewoon een dag thuis blijven. Nee, nou, maakt niet uit. Daarom in de keuken is ook nog genoeg te doen. Dus daar ga ik mee aan de gang. En ik wil nog wat proberen te doen. Dus ja, en dat zien we dan wel weer. Ik hou jullie over van op de hoogte, komt allemaal goed. Ik ga trouwens eerst even wel een broodje eten, want ik moet nog een pillen innemen en dat moet ik met een broodje doen voordat het te laat is. Dat moet maar niet, nee. De meisjes kunnen ook de tuin in als ze al moeten. En anders kan die 5 minuten er nog wel even bij voordat ik ze uitlaat. Ja, dat zijn 2 dingen wat verplicht moet. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Regent het bij jullie ook. Wees dan zelf het zonnetje en lach. Ik zou zeggen, geniet ervan. En geniet een beetje met ons mee. Ik zou zeggen, tot dan. Ja, lieve vrienden.
Het is buiten bagger, bagger, nat en vies, ja. En dat nemen we allemaal dan ook mee naar binnen, hè. Ik hoop dat jullie dat zo kunnen zien. Allemaal water van de water en van mijn kleding, maar ook van die grote. Die zit er eigenlijk schoon te wassen. Die is echt allemaal pareltjes heeft ze op de haartjes. Ja, en die, nou, dat is een shampoointje. Even een shampoointje, hè. Ja, een shampoointje, hè. Zullen we jou even afdrogen, kind? Even kijken hoe dat staat op de tafel. Kijk er even aan. Keurig. Even weer die kant op. Zo, kom. Gaan we jou even afdrogen. Hé, gaan we jou even afdrogen, hè? Ja. Gosh, je kind toch. Hè? Ja, oh, lekker hè. Is het zo lekker, wijfie. Even afdrogen hè. Oh. Zo hè. Ook even. Zo dan. Hagebolletje. Hé. Hey. Hè? Zo. Ja, ragebolletje. Is een ragebolletje. Moet Alwin ook? Alwin, moet jij ook? Nou, kom dan. Jij ook even een handen om je heen. En... Allebei eronder. Oh. Hé? Oh, lekker even, hè, kind. Oh. Hé? Kijk aan. Hé, mijn meisjes. Ja, jullie zijn mijn meisjes. Ja. Echt waar. Hé? Ja. Mijn meisjes. Ja. Ja. Ja, echt waar. Hé? Hé, ragenbolletje. Ragenbolletje. Hé, vrouwtjes ragenbolletje. Ja. Ja. Oh, dat is ook echt niet leuk, lieve vrienden. Nee, het gaat maar door. Het gaat maar door. Ook, dan mis je het weer even en dan krijg je weer een plans. En dan mis je het weer even zoals nu. Zie je, ik zal het proberen in te zoomen. Moet ik wel willen, even wachten. Ah, wil niet. Hallo, hallo. Nee, hij wil echt niet. Nou, doen we het daar. Dan wil hij wel. Nou, dan zien jullie dat het nou eigenlijk gewoon zachtjes regent. Maar dat duurt 5 minuten en dan hup. En soms duurt het maar 2 minuten en dan hup. Ik krijg weer helemaal wat plans overheen. Dus ja, ik was ook lekker nat. Maar ja, ik had mijn regenpak aan, ik was beschermd. En dan hebben we niet, dan hebben we niet een regenpakje. Nee. Dus ja, dat dus. Ja. En dat is mijn ragenbolletje. Echt mijn ragenbolletje, hè. Hier. Kuifie. Hè? Kuifie. Jij niet, hè? Jij bent geen ragenbolletje, hè? Nee. Jij krijgt gewoon pareltjes op je vachie. Hè? Ja. Maar dat is ook al zo wat u weg. Ja. Kijk, daar heeft ze net gelegen. Dus dan weten jullie het hoe nat het is. Maar kijk hier op de bank. Ook de reis door nat. Dus dat dus. Ja. Ben ik blij dat het dubbel legt. Hé, meis? Schoonheid van me? Ja, echt waar. Maar oké, lieve vrienden. We gaan andere dingen doen hier aan deze kant. Ik zal jullie even weer omdraaien. Ja, echt waar.
Even mijn klepje ook omdraaien, want dan zie ik tenminste wat ik film dan alleen op mezelf. Zo. Ik ga in de keuken zo meteen aan de gang. Ik ga eerst een bakje koffie nog drinken en dan ga ik in de keuken naar de gang. Nou ja, jullie weten het. Dat is een dikke puinhoop. Nou ja, dit moet in de papiercontainer, maar het is mij nou echt... dit bedoel ik. Dat moet in de papiercontainer. Maar had ik net eigenlijk moeten doen dat ik mijn regenpak nog aan had. Maar morgen nog een dag en anders misschien zo meteen. Hopelijk dat het eens een keer even droog wordt daartussendoor. Nou ja, dat moet ik dus doen. Dat wil ik doen. Dat ga ik doen. En er zijn meerdere dingen wat ik wil doen, maar daar maak ik onder andere ook even een shirt van. Dat vind ik wel grappig. Ja. Dus ja, dat komt wel goed. We houden gewoon vol goede moed. En ja, geniet van alles met wat jullie doen. Maar geniet ook zeker weer met ons mee. Ik zou zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden, dan ben ik weer even terug. Ik heb net mijn koffie op. Maar... terwijl mijn koffie nog koud stond te worden en ik even met andere dingen bezig was. Zoals met de PC, even mijn vlog delen en even op mijn telefoon. Was ik even bezig, werd er, kwam er eentje naar binnen. En dat was de postbode. Pakket bezorgen. Ja. Dat, we zullen hem weer gewoon open, hè. Nou ja, jullie weten dat. Ik heb hem al los. Er komt bij mij geen mesje of wat dan ook. Nee, hoeft niet nodig. Hup, gelijk weg ermee. Ik weet al wat het is hoor. Ja, maar jullie niet. Nee. En hey, zo'n grote doos, hè. Daar, jullie zagen de diepte. Dat is de diepte. Nou, je ziet ook gelijk de grootte. De lengte. Er zit maar iets kleins in. Ja. Iets heel kleins. Heel klein. Maar oh zo lief. En oh zo'n sweet kleurtje. Past goed bij mijn haar ook nog. Een nieuw halsbandje voor onze kleine lieve Reka. Ja, die heb ik zo vast voor de verjaardag gekocht. Natuurlijk krijg je ze gelijk om ook, hè. Ja. Tuurlijk. Rukka staat erop. Oh, is dat weer nieuw? Rukka. Nee. Oké, ik heb hem binnen. Ik zat te twijfelen. Heb ik hem nou wel besteld? Heb ik hem nou niet besteld? Heb ik hem nou wel besteld? Heb ik hem nou niet besteld? Ja dus. Dus ja. Rukka. Is het voor jou? Ze ligt in de band. Ze komt er niet uit. Ik drie van die doosjes. Stapel maar op. Die doosjes doe ik niet weg, want ik wil ter zijner tijd ook op zolder gaan opruimen. En beeldjes die ik niet meer wil hebben, of wat dan ook. Kan je daar mooi in doen en naar de kringloop brengen. Ja. Maar de beeldjes van mijn mannetje gaan echt niet weg. Nee, die zijn niet te betalen. Ik heb er twee. Tenminste, mijn man die had er twee. Jack had er twee. Nou heb ik ze. Maar die gaat dus ter zijner tijd naar zijn zoon toe. Maar hij mag ze niet verpatsen. Nee, dat mag niet. Tenminste, het is mijn zoon net zo goed. Al heb ik hem niet gebaard. Ja. Maar in ieder geval, dat zijn van die ninja beeldjes. En wij hebben er twee. En er is er nog eentje ergens anders op de wereld. Maar waar weten we niet. Dus ja. En dan heb ik er boven ook nog een set van drie, maar er hoort er nog een vierde bij. En die hebben wij ook niet. En die staat ook ergens bij iemand anders op de wereld. En daar is er dus er nog één van. Ja, wie? Joost mag het weten. Ja. Maar ik ben hier weer blij mee. Ik zal eens even kijken hoe dat hier... Oh, kijk, daar zit een slot op. Aha. Aha. Ja, maar hij wil nou toch niet, want er zit hier een klemmetje. Geloof ik. En nog een rubberdingetje. De rubberdingetje, kijk. Oep, dat is geen elastiek. Maar gewoon een bindertje. Nou moet ik hier even kijken. Hoe dit werkt.
Oh, dat is de... Ah ja, juist. Maar dat hoeft niet. Hij moet hier los willen. Ja. En dan kan hij daar tussenuit. Kijk. Nou hebben ze wel heel klein hoor. Voor de... Oh jeetje, dat mag wel eerst wat groter. Ja. Rijka, kom eens hier. Kom eens. Kom eens. Kom nou eens even. Is het voor jou? Kom. Ja. Kom eens hier, kind. 1, 2. Zo. Nou is hij nog te krap. Nou, vrouwtje weer even doen. Oh, kijk eens wat mooi. Moet je zo meteen cookie. Ja, hè. Moet dat daar ook even weer goed willen? Oh jeetje, dit gaat wel een beetje moeilijk. Ik heb... Dan moet ik die lus weg zien te krijgen. Die kant op naar de gesp. Ken je dat? Hup. Even. Ja. Oh. Ja. Komt goed. Wat een gepriegel heb, een kleine spul. En nu is ze weer weg in de mand. Kom nou weer eens even hier. Lieve, lieve, lieve schat. Ik moet passen. Kom eens hier. Nou, nog een stukje. Nog een klein stukje. Ja, nog een klein stukje. Die daar even weer naartoe. Nog een klein stukje. Zo, moet dat daar weer naartoe, ja, nou dat aantrekken, zo, nou dan geloof ik dat ik er ben. Ze hebben wel een klein strotje, maar ja, het moet wel passen en niet te strak zijn, hè. Kom maar, gaan we weer passen. 1, 2. Je haar zit in de weg en je bent nog nat. Ja, je bent nog nat. Maar hier is nog... Ja, nou haak je nog wel een beetje. Nog een beetje. Ja, apart, maar er is mee gezegd. Nog een beetje. Nee, dan ga ik de verkeerde kant doen. Die kant moet. Jeetje, Mina, het gaat zo stijf als een horlepiep. Ja, echt. Kanonne. Hup, die kant op. Jij weer die kant op. Hup, hup, hup. Nou, zijn er denk ik nou wel een beetje. Nog een keer. Nog een keer. Ja! Oh, wat een mooi meisje. Oh, wat een mooi meisje. Oh, wat een mooi meisje. Oh, wat een mooi kind. Oh, wat een mooi kind. Mooi bandje om. Hé? Oh, een mooi bandje om. Ja. Hé? Oh, zo'n mooi kind. Nou, nog een staartje omhoog en een roze strikje erin. Hé? Nee. Ja. Geen strikjes erin, deze kaart. Je bent lief. Maar je hoeft hem nou niet om, hoor. Nee. In huis hoef je geen bandje om. Nee. Dus we doen hem zo weer even af. En ik heb hem ook nou niet op slot. Is ook helemaal niet nodig, want op die andere zat geen slot. En dan krijg ik hem niet eens iets open met één hand. Door de haartjes. Hé? Ja, door de haartjes. Dus ik ga hem even weer losmaken, lieve vrienden. Ja, even weer losmaken. Zo. Is het mooi, hè? Is het mooi, kind? Ja, die is voor jou. Nou, hartstikke leuk. Ja, ik ben er blij mee. Is voor mijn kleine meid. Moet toch kunnen?
Ze is andere maand ook jarig. Wanneer, weet ik niet. Ga kijken. Even geduld. Elwing is wel jarig geweest, hè? Ja. Elwing is jarig geweest. Jij nog niet, hè, schat? Even de boekjes pakken. Ja, even de boekjes pakken. Ja. Ik heb hier een, twee boekjes van Rijka. Eentje uit buitenland. En eentje uit Roemenië. Oh nee, niet andere maand. Nee, die maand erop. Juli. Ja, juli. Oftewel juli. 18.07.2019. Ja. Dus, ja. Dus de 18 juli is ze jarig. Maar maakt niet uit. Dan heeft ze hem in ieder geval. Ze gaan er niet voorbij bij mij. Nee. Dus ja, dan weten jullie dat. Nou ja, Elwing is al jaren geweest. Ja, ik heb een hele dikke exemplaar voor Rijka. Elwing niet. Maar ja, Rijka komt uit het buitenland. Elwing, onze Elwing, die is geboren op 4. Klopt dat? Nee, wacht even hoor. Ik moet eventjes koekeloeren. 4-5-2017, misschien iets van maart. Januari, februari, maart, dat is het derde. Dus dat klopt niet. Dit is datum van afgifte. Dus dat klopt niet. Ik moet een geboortedatum ergens zien te vinden. Ja. 22 maart 2017. Daar is Elwing van. Ja. Dus. Nou ja, weten jullie dat ook? Is eventjes ter info voor jullie. Ik moet ook nog een vraag van Mirjam beantwoorden. Dus dat ga ik ook zo even doen. Maar ik ruim eerst dit weer op. Zo. En dan komt die erop. Maar moet dat willen. En dat wil niet. Doe het zo. Dan wil het wel. Hopelijk nee. Dan ga je daar liggen. Ja, eigenwijs. Zo. Zo. Nou, zullen we dat van Mirjam weer even tevoorschijn toveren? Anders kennen we niks. Die moet ik hebben. En dan die. Ik moet nog van Koren weer nieuwe vragen krijgen. Daar heb ik niks van. En ook andere mensen, andere lieve mensen, vrienden, familie, kennissen, mijn volgers, noem maar op. Jullie mogen vragen stellen. Dan kopieer ik het en ik zet het in een tekstdocument. En dan komt het allemaal wel goed. Met jullie namen erbij, dan weet ik ook van wie het is. Noem maar op. Dus ja, dat komt wel goed, lieve vrienden. Gewoon doen, is leuk. Ja. Lieve Mirjam Eleveld, luister en huiver. Jij vroeg mij, heb jij ooit carnaval gevierd tijdens de carnavalsdagen? En zo ja, hoe was jij verkleed? Ik hoef maar één antwoord te geven. Nee. Ik heb er nog nooit van mijn leven eraan meegedaan. Waarom niet? De doodeenvoudige reden. Ik lust graag een wijntje, een biertje of weet ik veel wat. Maar moet je dan ook dronken worden? Nee. En er zijn zo ontiegelijk veel mensen die dan dronken worden en dan een kwade dronk hebben, dat is op de vuist gaan en dat ze elkaar het ziekenhuis inslaan of weet ik wel wat. Nee, dat hoeft voor mij allemaal niet. Ik vind het ook zonde van mijn geld. Ik kan dat geld beter aan iets anders besteden wat belangrijker is dan een borrel of wat dan ook. Ik ben wel eens verkleed geweest, maar dat was dan met andere dingen. Ik heb op een jeugdoperette gezeten, heel vroeg als kind zijnde. Van mijn 6e tot mijn 12e jaar.
En vroeger hadden we met een carnavalsoptocht wil ik zeggen, met een koninginnedag. Toen wij nog meenden dat er een koningin bestond, wat ook niet waar was, maar ja, dan, ja je bent kind en je weet niet anders. Dat wordt je geleerd, maar we hadden geen koningin, maar doet het nou even niet toe, maar destijds hadden we dan een versierde optocht. Dat is nou ja, verwaterd, laat maar zeggen. Je hebt nou nog wel die optochten verscholen, maar niet meer verkleed. Nee, het is de fietsen versieren. Oké. Ik was vroeger een waarzegster en mijn broer, die was destijds 9 van de 10 keer, wat ik me kan herinneren, een schoorsteenveger. Dus ja, leuk. Dus die waarzegster, dat zit wel een beetje in me, hè? Heksachtig, ja. Dus ja, lekker. Het was leuk, jongens, ja. Maar nee, voor carnaval nog nooit van mijn leven en ik zal het ook niet doen. Het enige wat ik doe, als er ooit hier in Den Helder weer een carnavalsoptocht zou komen, ben ik er wel bij. Maar dat is dan met jullie, om te vloggen. Ja, maar voor de rest, ik doe er niet aan mee. Nee, zonde van mijn geld. Ja, ik ga er naartoe met een optocht en voor de rest, noppenjendo. Ja, dat hoeft mij niet. Ik vind het wel mooi om te zien, die optochten. Maar wij hebben dat hier helaas niet meer. Nee, maar met die optochten zijn ze nog 9 van de 10 keer nuchter. Dus ja, dan gaat het allemaal goed. Dus ja, ik hoop dat ik hier jouw vraag mee heb beantwoord, lieve schat. Ja, ik weet niet hoe jij dat doet, of je dat ook weer noteert, of dat je het onthoudt, of weet ik veel wat. Maar in ieder geval, dit was mijn antwoord, lieverd, en ik haal hem weer weg. Ga ik gelijk weer doen, anders vergeet ik het weer. Zo, backspace. Nou, en dan haal ik de rest weer naar boven. Hup, 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 zo. Ja, dan heb ik nog even zien. Dat moet eventjes. Dat is eigenlijk een hele grote lange vraag. Ondanks dat je daar een punt op hebt en daar een punt hebt. Het zijn drie zinnen, maar het is één vraag. Dan mag je weer met vragen komen, want dat is de laatste vraag van morgen. Ja, dus kom maar op, lieve schat. Ik ben er weer klaar voor. Nog één vraag en die doe ik morgen. En dan heb ik voor jou ook niks meer. Dus kom maar op, liefie. Zo, nou, dan zullen we die ook sluiten, opslaan. Sluiten. Zo, en dan ga ik dus eindelijk aan het werk in de keuken. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, de afwas, dat weten jullie nou zo langzamerhand. Dat doet de vaatwasser en schoonmaken van de aanrecht doe ik zelf. En dat weten jullie wel hoe dat gaat. De ene doet dat zo, de ander doet dat zo, ieder op zijn eigen manier. Ik zou zeggen, heb veel plezier. Tot later! Ja, jullie zien het. Het is weer spik en span en schoon. Ja, alles blinkt weer. Daar ligt nog een hand op, maar dat komt wel goed. Heb ik toch nodig mijn hand iedere keer af te drogen. Ja, dus ja, dat brood heb ik net uit de vriezer gehaald. Dat moet ontdooien, logisch. Dan zijn hier in brood. En, dus, en die vlees die moet nog eigenlijk, ja, is van rood fruit en dat komt bij de Jumbo vandaan. En ik ben hier wezen zoeken, nog dat ik bij de voormarkt kwam. En ik moet nog eventjes zoeken bij Albert Heijn, of ze die ook hebben. En zo niet, dan moet hij wachten totdat ik weer met Karin naar Julianendorp ga. Ja, en ik heb hier nog meer vlees, maar ach, dat heeft de Albert Heijn hopelijk ook. En ik moet nog een doos met vaatwaszout hebben, dan kan die ook weer weg. Ja. Dus ja, dat dus, lieve vrienden. Nou... Schrik niet, gaan we die la eens opruimen. Ja. Dus, maar dat komt ook goed. Ik ga eens even weer een bakje koffie maken, ben ik wel weer aan toe. Dus we zetten even water op. En we halen mijn koffie. En ik zeg tegen jullie, gewoon geniet ook van jullie bakje koffie of een bakje thee of net wat jullie drinken. En ik zeg het later. Hoi allemaal en wat zie je allemaal? Hé, vogeltjes hoor je, hè?
Mereltjes, hè, schat. Maar oké, lieve vrienden. Ja, jullie wisten geloof ik al dat ik dat had gedaan. Ja. Maar in ieder geval, die is ook al klaar. En wat heb ik nog meer gedaan? Ja. Deze laag. Dat was één dikke bende. Eén dikke bende. Dan heb ik alles eruit gehad en schoongemaakt. Hier lag het ook prop en prop vol. Er niks meer bij. Deze behoort in de laag, want die is voor de keuken. Dat is om mijn keukenblok achter mij omhoog en naar beneden te draaien. Voor lange mensen, ja, dan moet die toch weer omhoog. En dus, ja. Nou, brandstofpleisters, handcreme heb ik altijd hier bij de hand. Dus ja, dat is. Dus het is helemaal schoon en netjes die la. Dat werd ook wel tijd. En deze doos, daar heb ik spulletjes in gedaan. Wat ook onder andere in die la erbij lag. Ook heb ik, was ik verder aan het zoeken naar iets. En dat heb ik daar ook bij in gedaan. Dat heb ik gevonden. Dat vond ik ook dit asbakje. Die heb ik ooit nog in mijn rokerstijd gekregen. Van mijn geliefde man. Ik heb hem toen heel uitbundig gebruikt. Maar ik heb hem helemaal weer schoon gekregen. Trouwens, ik was toch altijd netjes op mijn spullen wat dat er gaat. Dus één keer in de week bonde ik hem helemaal uit. En dan gaat hij hier weg. Maar niet naar de kringloop, maar naar iemand anders. En dat is Mary. Hij gaat naar Mary toe. Ja. Nou ja, daar zit van alles en nog wat in. En dat gaat ook naar de kringloop. Dan had ik die bakjes gekocht. Tweemaal zo'n set. Denk je dat ik nadat hij uit de vaatwasser komt, dit weer dicht krijg? Nee, ik krijg hem niet meer dicht. Dus ja, dat vind ik zo bizar. Wat in de koelkast staat, krijg ik dicht. En die krijg ik niet dicht. Heel vreemd. Dus, maar ja. Het is momenteel even droog. Ik heb ook die doosjes al in de papiercontainer. Dit laat ik nog eventjes eruit. Gaat op de krantenbak. En de krantenbak staat daar. Ja. Hé? Zo. Voilà. Daar is Katty. Dag, mijn kleine meisje. Oh, wat is dat allemaal. Hé? He? Ja, we waren wat later eruit, hè? Ja. Het wordt halverwege de avond of voordat we naar bed gaan. Leg me net aan hoe lief jullie blijven. Ja. Wat is dat? Moet je even naar buiten? Moet je even naar buiten? Het is nou droog. Rijka. Hallo. Ben je zo mooi? Is zo mooi dan. Wat voor. Oh, wat ben je een mooi. Nog een keer. Oh, wat ben je een mooi. Doe dat. Goed zo. Goede meid. Ja, je bent mooi, hè? Ja, je bent mooi. Oh, god, je kind toch. Oh, liefie. Dus ja, moet je naar buiten of niet? Kom daar. Wie heeft naar buiten? Allebei naar buiten. Kom hoor, het is droog. Kom daar. Kom dan. Ga naar buiten. Moet jij nou weer naar binnen? Moet jij nou weer naar binnen? Je weet niet wat je wilt, jij. Maar oké, lieve vrienden. Ja, ik ga zo meteen een hapje eten. En ik zal die ook even opruimen. Zo meteen lekker een hapje eten. Ik weet nog niet wat ik ga eten. Ik heb dat ding verkeerd. Ik draai jullie even om. Ja, laten we dat maar even doen. Ja. Zo. En mijn klepje even omdraaien. En ik zit geloof ik nog te hoog. Ja.
even mijn stoel laten zakken. Zo. Zit ik ook weer op het niveau van mijn bureau. Maar in ieder geval, ja, ik ga een hapje eten. Ik ben zo flauw als wat. Ik weet het nog niet wat. Ik heb nog een pizza liggen die ik gekocht had. Ook nog van de vorm, maar ken je dat? Maar in ieder geval, ik ga dus zien dat ik wat naar binnen krijg. En dan zullen we het wel weer beleven. Ja, Rijker komt er ook alweer aan. Die wil ook geloof ik weer naar binnen. Maar in ieder geval, ik moet vanavond nog aan het werk. Voor een vlog in elkaar te zetten, et cetera. Dus ik heb nog genoeg te doen. Maar ik ga nou eerst aan mezelf denken. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen. Geniet ook van jullie avond. En voor later op de avond zeg ik alvast welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard gezond uit je bed zien te komen de volgende dag. En ik zeg tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Doei.